Er zijn weer misstanden in een TBS-kliniek. Het verhaal van Mick van Wely over misstanden bij TBS-kliniek Hoeve-Bosschoort in Drenthe maakt veel los. Het ministerie van Justitie en Veiligheid eist opheldering, maar legt diezelfde overheid niet te veel financiële druk op de TBS-klinieken. Mick van Wely, die staat hier naast mij. Mick, welkom. Ja, jij hebt onderzoek gedaan naar de net genoemde TBS-kliniek en de medewerkers en medewerkers gesproken die anoniem willen blijven. Wat speelt daar? Nou ja, de aanleiding was eigenlijk een paar weken geleden een soort mini-opstand binnen de kliniek. 100 medewerkers die hadden een gesprek met de directie, een soort crisisoverleg. Ja. Nadat er een noodkreet was verspreid. En er bleek enorm veel gedoe. En de kliniek erkende ook, er zijn veel problemen, daar werken we hard aan. En naar aanleiding daarvan ben ik eens gaan graven. Heb ik gesproken met mensen op verschillende niveaus van de kliniek. Ja. Uitvoerend, leidinggevend, ook mensen die vroeger hebben gewerkt. Ja. En die schetsen een beeld van een kliniek waar het al jarenlang rommelt. Ze hebben verscherpt toezicht gehad door de inspectie. Er zijn talloze incidenten geweest. En een van de dingen die ze aangeven, die medewerkers, is dat eigenlijk incidenten binnen die kliniek, op het gebied van agressie, zeden, drugs, dat die eigenlijk niet allemaal bij justitie terechtkomen, waar ze terecht moeten komen. Nee, want zij moeten het noteren in een systeem. Ja. En als dat erg genoeg is, dan gaat het naar justitie. Maar zij knippen het zo op dat het een beetje in de categorie minder erg komt. Ja, dan komt het op neer dat mensen van de werkvloer die zetten die incidenten in het systeem. En dan later zeggen ze, eigenlijk is het lager ingeschaald dan dat het zou moeten. Waardoor vervolgens, daar hebben we ook voorbeelden van genoemd op basis van mails en ook een rapportage. Ja. Sterker nog, in de interne rapport wordt ook gesproken van het bewust klein houden. En een gebrekkige meldcultuur. Ja. Dus daar staat het ook, wordt ook bevestigd wat die medewerkers zeggen. En dat zijn zorgwekkende situaties. Overigens zeggen ze ook, het is een landelijk probleem. Het gebeurt niet alleen bij deze kliniek. En ik heb vanochtend gesproken met TBS-advocaat Job Knoester, voorzitter van de landelijke TBS-advocaten. En die zegt ook, we zien dit ook bij andere klinieken terug. Ja, wat voor patiënten heb je het over? Heb je het alleen maar over de zware TBS's? Alle. Daar zitten ongeveer 100. En daar heb je het over zedendelinquenten, mensen met een geweldsproblematiek, moordenaars zitten. Er zitten van alles. Maar wel ernstige TBS's met ernstige gedragsproblemen, stoornissen. Ja. Dus verstandelijke beperking, sorry. Dus wel echt een lastige categorie ook. Ja, maar wat ik begrijp, ook in jouw artikel, is dat er een soort druk is. Hoor, want het zijn commerciële ondernemingen om zo snel mogelijk tot reïntegratie over te zijn. Omdat het budget wat ze hebben voor die periode beperkt is. En dat er zelfs een soort van straf is ingebouwd in het systeem als je mensen niet snel genoeg laat reïntegreren. Maar dan creëer je natuurlijk dat klinieken dat u vraagt, wij draaien, een soort marktmechanisme. Dat zie je eigenlijk. Het zijn eigenlijk een soort bedrijven geworden. Ja. En er kunnen dus boetes worden uitgedeeld op het moment dat de behandelduur langer dan 8 jaar duurt. Dus wat gebeurt er? Ja, je zorgt natuurlijk dat er een positief klimaat wordt, dat het goed gaat. Niet te zware incidenten. Niet te zware incidenten. En vooral, dat is belangrijk, op het moment dat je dus dat er veel incidenten bekend worden bij de overheid, dan ontstaat er een soort spagaat. Komt er weer toezicht, komt er weer meer druk op de behandeling, duurt die behandelingen weer langer. Ja. Dus er is gebaat aan rust. En dat is eigenlijk een perverse prikkel. Want je kunt dus mensen versneld eruit sturen. Ja. Een voorbeeld, en dat komt morgen in deel 2 van onze tweeluik, is een man die een ernstige agressieproblematiek heeft. Ja. Die wil zich niet laten behandelen. Nee. En die wordt dan op een gegeven moment uit de kliniek gezet. Gaat de mist in, komt terug. Dan zou die een jaar lang in een volstrekt gesloten setting moeten leven, maar gaat na verloop van tijd toch weer eruit. En hij loopt nu onbehandeld weer buiten de kliniek rond. Hij mag alweer op onbegeleid verlof. Nou, dat vinden ze zeer zorgwekkend. Ja, maar dit is dan een situatie waarin iemand de behandeling weigert en dan valt hij een beetje tussen de wal en het schip. Dan valt hij een beetje tussen wal en schip. Ja. Er zijn meer voorbeelden van dat soort incidenten in de kliniek. Ja, maar nu krijgen we weer dat kringetje, dat Den Haag, je zei het al net, toezicht. Ja, ja. Den Haag wordt boos, meer toezicht. Maar eigenlijk pleit jij tussen de regels door voor een systeemverandering. Dit moet uit een commercieel traject worden gehaald bijna. Nou, je moet er niet zo hard op afrekenen. Dat is het, denk ik. En dat is een hele, hele lastige discussie. Want natuurlijk willen ze ook resultaat zien. En de reden voor die korte behandelduur is dat vroeger vaak angst was om je te laten onderzoeken in het Pieterbaan. Hè, en dat de TBS-weigeraar dacht van ja, maar straks zit ik 13 jaar in zo'n TBS-kliniek. Ja. Dus die behandelperiodes waren te lang. Het heeft ook wel zijn reden gehad. Het heeft ook wel zijn reden gehad. En wat nou de oplossing is, dat weet ik niet. Nee. Maar het lijkt me niet goed, als je deze mensen ook hoort. Die hebben echt een noodkreet.
dat, want die incidenten zijn natuurlijk belangrijk voor het beoordelen of iemand ook terug kan in de maatschappij. Precies. En die beoordelingen die zijn op dit moment niet helemaal zuiver. Want er zit een financiële prikkel die komt erbij kijken. En vergeet ook niet dat deze kliniek is onder verscherpt toezicht geweest. Omdat ze herhaaldelijk aanbevelingen niet hebben opgevolgd. Ja. Toen is dat toezicht eraf gegaan. Er lopen overigens nu weer onderzoeken naar meldingen. Ja. En er is een intern rapport geweest naar aanleiding van een medewerker die op is gepakt voor het aanbieden van een meisje voor prostitutie. Een medewerker. Ja. En in dat interne rapport staat ook weer dat het nog lang niet op orde is in de kliniek. Nee. Wat is de reactie van de kliniek op, of althans de organisatie die eroverheen hangt op jouw publicatie? Nou, de kliniek zegt duidelijk niet van, hey, dat verhaal van het wegmoffelincidenten, dat weerspreken we of dat kan niet of dat klopt niet. Ze zeggen in algemene termen, het is onwenselijk en wij schrikken van dat er wordt gesjoemeld met incidenten. Ja. We herkennen ons niet in alle voorbeelden die zijn gezegd. Ja. En vooral ook, ja, we zitten in een verbeterd traject, geef ons de tijd. Dat is eigenlijk een belangrijke conclusie. En heb je het ministerie ook al gesproken? Het ministerie is ernstig verontrust en zegt, als het klopt wat de medewerkers zeggen, dan is het zeer kwalijk en wij eisen opheldering. Ja. Reken maar dat ze gaat doen. En wat belangrijk is dat als daar een soort inspectie komt of een controle, dat ze voorbij gaan aan het management en heel breed met mensen van de werkvloer gaan praten om te voorkomen dat er weer wordt gedoofpot. Ja. Dat ze breed gaan kijken en luisteren naar de mensen op de werkvloer. Ja. Hey, en morgen in jouw tweede deel over deze situatie bij die TBS-kliniek, dan nog meer voorbeelden van de medewerkers en wat er dan speelt op de werkvloer. Er zitten een paar schokkende voorbeelden onder meer van een man die gewoon een handeltje nepkleding bestiert vanuit de kliniek. Ja. Iemand die dus onbehandeld de straat op komt en zo zijn. En vooral veel passages uit eerdere rapporten waaruit blijkt dat het nog steeds rommelt binnen de kliniek. Mick van Wely, misdaadverslaggever van Telegraaf. Dankjewel. Yo.